Die Days of the Dinosaur uitstelling begin morgen bij de Kaapstadse Internationale Conferentiecentrum en duur tot die 20ste Augustus. Elsopie Brits, die burgers en wetenskapjournalist, vertel ons meer van die interessante dinosaurussen wat je hier sal kan sien. Ik denk dat is de indruk dat die dinosauriërs alleen op de aarde geleef het. Dit is niet waar nie, daar was ander amfibieërs, daar was reptielen geweest, soos die petrosaur wat gevlieg het. Daar was insecten, daar was ook zoogdieren geweest. Daar was die hele ecosysteem wat uit ander dieren bestaan het. Die dinosauriërs was niet dominant. Maar daar is een wat soos 'n haan gelyk maak. Hij boot een voel na en ons het deur het geloop en gehoor, maar ons hoor een haan gelyk. En dan is daar natuurlijk die T-rex, een levensgrote T-rex wat beweeg, sy oor beweeg, sy staart, sy klauwe, en is nogal indrukwekkend om te sien het.